Dag 39 van Apocalypse 90, de derde engel, gaat bazuinen. Vers 10 van hoofdstuk 8. En de derde engel bazuinde. En er viel vanuit de hemel een grote ster, brandend als een fakkel. En ze viel op een derde van de rivieren en op de bronnen van de wateren. En de naam van de ster wordt gezegd absintos, alsem. En een derde van de wateren werd tot absint of tot alsem. En vele van de mensen stierven van de wateren, want ze waren bitter geworden. We komen een stapje verder nu. We hebben gezien de aarde, we hebben de zee gezien en nu komen we, bij de wateren zelf binnen, eh, komen we bij de wateren zelf terecht en bij de bronnen. En er valt een ster uit de hemel. De sterren, dat zijn degenen die ons moeten leiden in het geloof. De autoriteiten van het geloof, die ons moeten helpen onderscheid te maken en op koers te blijven. Bij nacht, dat wil zeggen tijdens het geloof, wanneer we het volle licht nog niet hebben, bij nacht en zeker tijdens beproevingen, tijdens onwetendheid, hebben we goede leraren nodig die ons kunnen helpen om ja, onze richting te bepalen en op koers te blijven. En ook onderscheid te maken tussen wat wel en wat niet goed is, tussen, tussen wat wel en niet waar is, tussen wat wel en niet natuurlijk is. Nou, zo'n ster is gevallen. Dus de oorzaak van deze crisis. is. de ontrouw van theologen en filosofen. aan de openbaring. Aan hun taak, aan hun plicht dus, aan hun opdracht. Dat is al één ding wat we kunnen zien. Het feit dat die ster op de bronnen valt, de bronnen van de wateren, laat zien dat we. In een domein komen van de waarheid zelf. Niet eens de openbaar, geopenbaarde waarheid, maar ook de menselijke waarheid. Die wordt aangetast. En daardoor zijn de wateren, dat wil zeggen, de objectieve waarheid voor de mensen, is ineens bitter geworden. En ze sterven, dat wil zeggen, ze willen die. Die waarheid willen ze niet meer kennen. Ze sterven in hun, in hun dorsten naar waarheid. Ze zijn niet meer levend in hun uh, leven in waarheid, in hun trouw zijn, in hun willen zoeken en de waarheid gestalte geven. En in feite is dat ook het mysterie van die naam. Het is niet zozeer de naam zelf. ...die ons het mysterie weergeeft... ...want alsem is gewoon een heel bitter kruid. Er zeggen mensen dat de naam van... ...Tschernobyl... ...dat dat uh, absintos of alsem... ...betekent. Nou, uh, ik heb daar nog nooit... ...enige... Uh, ja, ...bevestiging van kunnen vinden. In mijn Russisch... ...en mijn zeer gebrekkige Oekraïns... Uh, ...betekent uh, Tschernobyl... ...eigenlijk niks bijzonders. Zeker geen alsem. Maar goed... Het gaat niet zozeer om die naam, maar om het feit dat die ster een naam heeft. Dat is van betekenis. Want wij zien in ons westelijk christendom, zien wij vanaf de middeleeuwen, vanaf het hoogtepunt van de scholastiek, waar de objectieve waarheid ten dienste is gesteld van de geopenbaarde waarheid. Natuurlijk heb ik het over Thomas van Aquino. En de enorme, uh, ja, het hoogtij van de scholastiek in de jaren van uh, Thomas van Aquino, Quino. Die tijd wordt gevolgd, in, in die tijd, laten we dat even, even uh, benadrukken, is het tot een rijping gekomen wanneer het gaat om het onderscheiden van het geloof door het menselijk verstand. De hele schat van menselijke wetenschap en wijsheid is als het ware in die tijd ten dienste gesteld van de openbaring. Na die middeleeuwen, waarin de objectieve waarheid zo vruchtbaar wordt, doordat die objectieve waarheid ook geopenbaard wordt ontvangen van God. En dus een bron wordt van vrijheid, van cultuur, van, van leven. Op die glansrijke middeleeuwen volgt een tijd. waarin eigenlijk uh, het vertrouwen in het menselijk verstand verloren gaat. Er ontstaat een filosofische richting die zegt: de mens kan eigenlijk geen essentiële waarheden ontdekken. De mens kan eigenlijk de waarheid niet betrekken bij een zinvol en doelmatig leven. Eigenlijk is dus het leven van de mens ja, richtingsloos, doelloos. Althans, misschien niet richtingsloos en doelloos, maar hij kan het levensdoel en de levensrichting en de zingeving, kan de mens niet op een waarachtige manier begrijpen en benaderen, vormgeven of onderscheiden. Er ontstaat een filosofische stroming die zegt: Het is kwatsch om, het is onzin om een objectieve waarheid te, te erkennen en dus ook te gaan zoeken. En die stroming die zegt dus: De mens heeft geen waarheden, hij heeft alleen maar namen. Die met conventies worden beslist en dan gaat alles goed. Die stroming heet dus ook het nominalisme. Nomin, nomen, nominis, dat is een uh, Latijnse term voor naam, het nominalisme. De leer dat het menselijk verstand eigenlijk nooit verder komt dan namen. Waarvan ze de werkelijke betekenis niet kan begrijpen, nooit kan begrijpen, en het heeft dus ook geen zin om daar ruzie over te maken. Het is begonnen, eigenlijk het nominalisme, als een manier, een hele uh, valse manier, een hele bedriegelijke manier om vrede te stichten. Als we het nou uh, zorgen dat we geen waarheid meer zoeken, zullen we ook geen ruzie meer krijgen. We moeten alleen conventies sluiten over namen. Daar komt het in feite op neer. Dat is de laatste, uh, de late middeleeuwen. Het nominalisme. En hier duidt die ster op. Het nominalisme dat geproduceerd is door theologen. Die ook direct ruzie hadden overigens met de autoriteit van de kerk. De kerk heeft altijd het nominalisme afgewezen. De kerk heeft altijd uh, vooropgesteld dat uh, het geloof gaat over een objectieve waarheid, waarvan de mens, ook al kan hij God niet zien, toch uh, daarin kan hij onderscheid maken. Hij kan dus ook over het geloof leren. Dat heeft de kerk altijd uh, volgehouden. Het nominalisme, de leer die zegt dat de mens alleen maar namen heeft in zijn verstand. Benoemingen, benamingen. Dat brengt de mens tot bitterheid. Het maakt het leven bitter. Het maakt het leven doelloos. Het heeft geen zin meer om moed te vatten. Het heeft geen zin meer om ergens voor te strijden. Dat is die derde crisis die we moeten overwinnen als christen. Door te zeggen: er is wel een objectieve waarheid. We hebben vervolgingen gehad, we hebben verdeeldheid gezien, en nu staat het ineens op scherp die strijd. Erkennen wij een objectieve waarheid of niet? Moeten we desnoods voor die objectieve waarheid strijden en offers brengen? Moeten we ruzie riskeren? Of moeten we onverschillig worden? Helemaal van. Conventies leven, burgerlijk fatsoen om de vrede te bewaren. Ja, totdat. Totdat alle conventies... tot alle verstandhoudingen... als een kaartenhuis ineenvallen. Omdat ze uiteindelijk geen betekenis hebben. En dus ook geen, geen richting kunnen geven. Tot in onze tijd... Kunnen we de sporen en de gevolgen proberen te ontwaren van het nominalisme dat al is ontstaan in de late middeleeuwen?